Hoi allemaal, goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en zoals je hoort klink ik niet helemaal lekker. Ik voel me echt al een paar dagen verschrikkelijk. Maar goed, er is geen tijd om ziek te zijn, dus we gaan gewoon door. Maar vandaag ga ik wel proberen even rustiger aan te doen. Maar het is gewoon een drukke periode met allerlei dingetjes op mijn werk. Natuurlijk met het huis, maar vooral dat Niels bijna 4 is en dat betekent wennen op school. De BSO stalken, want daar hoorden we maar niks van. Versieren bij het kinderdagverblijf voor Ewin en nou goed, van alles. Dus zijn gewoon allemaal van die kleine dingetjes die op zich allemaal prima zijn, maar bij elkaar in combinatie met bezels niet zo fijn. Dus ik ben heel verkouden, dus het spijt me voor alle ranzige geluiden die ik deze vlog waarschijnlijk ga maken. Maar het wordt wel weer een leuk weekend. Vandaag rustig aan. Ik hoop wel eventjes mijn wenkbrauwen in de lak te kunnen zetten, want dit is echt... Dit is allemaal bijgetekend, maar zelfs dat ziet er niet meer uit. Er staat iemand aan mijn deur. Wie zou dat zijn? Als je denkt, wat hoor ik, dat is de droger. Of de wasmachine. Morgen hebben we Sinterklaas van Sven's werk. Heel leuk. Daarna gaan wij de kids naar mijn ouders brengen. En die slapen daar dan. En die komen zondagochtend vroeg dan weer terug. En op een gegeven moment komt Sven dan ook weer thuis. Want Sven is naar Zwolle. En als Sven dan thuis is, dan ga ik er vandoor met twee vriendinnetjes lunchen bij. Eén vriendinnetje in Soest. Dus heel gezellig. Dat was een beetje het weekend. Ik hoop eigenlijk zaterdag ook nog even naar de kapper te kunnen. Want dit is ook allemaal gewoon, is het gewoon allemaal niet meer. En nou, dat. Ik wilde heel graag met Niels naar de kapper, maar zijn kapser is er helaas niet. En ja, dan ben je toch een beetje ontgrond. Applaus. 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 Waar? Yes. Waar? Klaas. Ja. Oh, Klaas. Ja. Ze noemt Sinterklaas Klaas. Klaasie. Waar is Klaas? Klaas. Klaas, ja. Daar is hij. Zet hem maar op zijn paard. Waar is het paardje? Ja! Heb jij weer gepoept, Worm? Nee. Nee, volgens mij wel. Stinky, stinky. We zijn in de piep. Boeken aan het uitzoeken. Even in de piep, was heel gezellig. En nu is het kort voor 1 uur. Ik ga opschieten, want ik ga even naar de... Schoon en specifiek voor mijn wenkbrauwen. En ik wilde eigenlijk morgen naar de kapper gaan, maar dat is geen trek. En ik kon nu meteen aansluiten op de schoon specifiek. Dus dat ga ik doen. En ik hou op je wel eens vriendelijk voor die mensen. Dus mijn wenkbrauwen en mijn haar weer in model. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben bij de kapper heel vergeten te filmen. Ik ging helemaal op in mijn me-time moment. Maar goed, mijn wenkbrauwen zitten er weer op. En mijn haar is weer... beter. Dus helemaal goed. Oh, heerlijk. Vooral die hoofdmassage. Ik dacht, oh, this is my life. Dat ik natuurlijk zo verkouden ben en zo. Dit was echt heerlijk. Nu ga ik even schoentjes knutsen. Voor de kids. Want die kunnen ze zetten bij de supermarkt. En, maar goed, die moet ik even in elkaar plakken. En dan, mijn moeder is nu even met ze naar buiten. Dus ik kwam thuis en ik dacht, waar is iedereen? Goed, die waren even buiten. Maar ik dacht dan, als ik het nog even knutsel, want ik moet toch zo naar de supermarkt, dan meeten we elkaar onderweg. Maar dan heb ik alvast die schoentje in elkaar gepakt, dan kunnen ze die daar zetten. Iedereen blij, dus ik ga dat nu even doen. Ik heb nodig een schaar. Ik heb dus gisteravond met het kinderdagverblijf zo zitten versieren. Dus ik ben helemaal into de knippen, plakken, verven, alles. Dat was wel heel leuk trouwens hoor. Ik moest allemaal pakjes op... ramen schilderen en die plakken en allemaal knutseldingen uitknippen en op een gegeven moment een kerstboom, maar daar kwamen ze niet uit hoe dat moest, dus een kerstboom maken. Nou,
helemaal goed. Iedereen weer gelukkig. Dus ik ben al helemaal aan de knips meer. Sommige mensen waren alleen maar aan het knippen. En die zeiden ook, oh, ik krijg al een beetje kramp in mijn vingers. Maar goed, ik had dus wisselende taak. Want ik heb dus geschilderd, geknipt en alles. En pepernoten en chocola gegeten. Niet heel onbelangrijk, hè? Dus als ik deed, nu ga ik eventjes dit knippen en plakken. Misschien zet ik wel even Love Island bij aan. Gewoon eventjes, 5 minuutjes. Gewoon leuk. Want ik denk dat zij over een kwartiertje, 20 minuutjes zijn, mijn moeder, dan is het zover. Dus dan later denk ik dat ik die schoenen natuurlijk wel in elkaar zitten. Mag ik aannemen. En dan ga ik nog even op hier. Is dat in ieder geval allemaal weer geregeld. Love Island, UK. Heerlijk. Mijn batterij is bijna leeg, moet ik even opladen. Elke avond het Sinterklaasjournaal. Maar als het nieuws buiten de bank, maar nog een beetje eten. Dus dan ga ik gezellig bij hem op de grond. En nog goedemorgen. Ja, laat maar liggen, lief. Pak papa zelf wel. Het is dus zaterdag. Ik geef mijn haar. Ik had een paar krullen opnieuw gedaan. Het is dus zaterdag en wij gaan naar... Sinterklaas. Sinterklaas van papa's werk. En dus daar gaan we nu heen. Heel gezellig, zin in. Dit is mijn outfit. Eigenlijk gewoon wat ik gisteren ook aan had. Lieve lademoe. Niels was niet helemaal lekker, maar het gaat nu beter, toch Niels? Ja. Gelukkig. Ik weet niet of ik kan filmen daar, maar wie weet. Wie weet. Sinterklaas en Piet zijn er klaar voor. Wat een grote cadeaus. Het heeft de hele van Sinterklaas gekregen. Dus ze is er lekker mee aan het... Ja. Schenkt de poppen. Deze thee is echt lekker. Goed zo. Twee klontjes suiker in een thee, alsjeblieft. Zo. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Druk gebouwd aan de nieuwe go. Sven is net weg. We zijn net heel druk bezig geweest met het huis. Want we zijn na de Sint eigenlijk meteen doorgefietst naar mijn ouders. En daar hebben we de kids gedropt en nog even lekker gespeeld met hun nieuwe speelgoed. Zo leuk. Sowieso was Sinterklaas heel leuk. Ze vonden het allebei heel leuk. Eén heeft echt 650 tot 1000 pepernoten gegeten. Ze zit in een groeispurt, dus ze eet sowieso echt mega veel. Maar nu ging ze echt... Er is geen enkele foto van Elen waar ze niet een paar pepernoten in de hand heeft. En één in de mond. Of meer. Nou ja, goed. Hè, 1 keer per jaar. We laten het gaan. Maar Niels was heel lief. Die zei, oh, ik heb een pepernoot voor Elen gepakt. En eentje voor mezelf. En op een gegeven moment zei de Sint van... Niels en Elen, die zijn heel lief geweest. Sven en Karin, die zijn niet zo zoet geweest. Alleen Niels en Elen krijgen pepernoten. Maar toen zei Niels, mama, ik vond jou ook lief, dus ik deel mijn pepernoten met jou. Oh my god. Nee, dus dat was heel leuk. En we waren heel blij met hun cadeautje. Niels heeft Ninjago Lego gekregen. Het is zeg maar voor hem, zijn de poppetjes, kan hij gewoon zelf bouwen. Maar er zijn 2 motoren, die zijn natuurlijk veel te lastig voor hem te bouwen. Maar... hij wilde het wel heel graag hebben en we dachten, hij speelt altijd zo goed met de Lego en hij luistert heel goed naar wat we zeggen. Dus onder die voorwaarden mocht hij dat wel aan Sinterklaas vragen. Dus hij was er helemaal blij mee, dus we hebben dat zitten bouwen. En Elin had van Fisher-Price zo'n theepot met theekopjes. Die heeft alleen maar de hele tijd thee zitten maken en zo. Het was mega cute. Gewoon zo kloek, 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 kloek. En dan ging ze dat kopje geven en roeren met een lepeltje. Heel zoet. Dus dat was helemaal goed. En die hebben we bij opa en oma achtergelaten. En toen zijn wij even aan de slag gaan met het huis. Even, best wel lang. Sven is nu de deur uit. En nu ga ik even opruimen. Want het is echt mayhem hier in deze omgeving. De boodschappen worden straks bezorgd. En dan ga ik lekker koken. En ik denk dat ik gewoon een filmpje op Netflix of zo ga kijken. Hé, Mittens, we gaan een meidenhuilfilm doen, toch? Hear the crickets, she loves it.
Ken je dat? Dat je zeg maar denkt, nou ik doe nog even snel mijn nagels lakken. En dat je dan de boodschap hoort. Nou ja, of zeg maar dat er iets gebeurt waardoor je iets moet doen. Dat je nee. Ik loop dus ook zo. Ja, hallo meneer van de boodschappen. Of mevrouw kan natuurlijk ook. Maar goed, dus ik ga zo open doen. Oh, dit ziet ook heel leuk allemaal. Nou goed, maar ja, nu ben ik dus, moet ik dus die plastic zakjes, dat bedoel ik, vasthouden. Met mijn natte nagels. Hallo. Kom verder. En dat ik dan nu denk, laat alsjeblieft nog heel lang duren voordat hij mijn deur bereikt. Maar goed. Oké, dit is een soort van gelukt. Volgens mij zijn mijn nagels nog goed. Dan had ik een vriendinnetje geappt. Even kijken of die iets terugstuurt wat iemand anders is. Ik moet sowieso nog een vriendinnetje terugbellen. Nee, niet vriendinnetje. Dan had ik een keer een andere pasta bedacht dan die ik altijd doe als ik in mijn eentje ben. Maar ik ben toch in twijfel of ik niet die ene gewoon wil. Dus daar ga ik even over nadenken. Kan ik ook namelijk maken met wat ik in huis heb. Kort wat boodschap laten zien. Dit is echt mijn nieuwe favoriete snack. Dit zijn rijstwafels met pure chocolade. Ik hou eigenlijk niet van rijstwafels, maar ik vind deze combi echt golden. Brood, ik heb toastjes voor vanavond en kaas, maar ik heb ook M&M's, want ik kon niet kiezen. Ik wil even kijken wat het wordt. En ik heb heel veel kleine banaantjes, want die zijn voor Niels. Een tractatie. Nou, wij zijn deze al heel klein, maar we gaan het meemaken. Daar heb ik als het goed is 3 pakken van. Voor zijn afscheid van het kindafblijf. Paprika, brood, nog meer paprika, komkommers. Wat is dit? Cacaopoeder, babyhapje. En zochtdroog tomaatjes, dat zou voor die ene pasta zijn. Dan heb ik hier nog basilicum. Nog meer. Bananen, snacktomaatjes, ui, nog meer hapjes, rozijnen, dragon, knoflook, wraps, kruidnoten, nom nom nom, zoete aardappels, anchovis en tonijn voor Sven en tomato frito. Zit hier nog in? Ik weet niemand, wat is dit voor Frans? Olijven, oké, leuk. En Prosciutto di Parma smeerkaas. Dit is voor Sven volgens mij allemaal. Dit is sla, radijs. Oh nee, dit is voor mij, parmezaan. Elens verslaving is Philadelphia. Yoghurt voor Niels. Hier nog kipfilet. Aardappeltjes. Ik laat het even zo zien hoor, want anders moet ik alles van uitlopen pakken. Dat ga ik nog wat doen, maar... Goed, je snapt. Bloemkool, avocado, appels, aardbeien, nog meer avocado's. Hoe heet het? Bosuien, blauwe bessen, druiven, Italiaanse groenten, sperziebonen, wortels. En dan nog wat diepvriesgroenten. En nu moet ik eens bedenken wat ik wil. Volgens mij heb ik namelijk nog kookroom. Ik vind dat toch altijd zo lekker. Ja, ik heb dus nog kookroom. Ik wilde zo stoer doen en weer even iets origineels. Ook trouwens lekker is. Ook pasta, want sowieso pasta. Met zochtdroog tomaatjes en basilicum en zo. Ook wel heel lekker, maar ik neig toch gewoon naar mijn fave eigenlijk. Keuzes. Maar ik had even snel nog deze eraf gehad voordat die meneer kwam. Dus ik ga nu eerst mijn voeten afmaken. Want die waren echt wel even toe aan een nieuw lakkie. Die zijn sowieso wel toe aan meer liefde. Maar goed, dat voor een ander moment. Maar in ieder geval. Oh, een lakkie. En ik zal even zien wat ik erop heb gesmeerd. Voor nu, wat ik erop ga smeren. Ik heb gel lak op mijn nagels. Dit is van Sally Hansen. En dit is de kleur 160 Pinky Promise. En dan heb ik de topcoat.
En op mijn vingers heb ik Essie Mademoiselle. Want ik heb de afgelopen 3 dagen 2 keer mijn nagellak gewisseld. Het gaat er gewoon zo snel af met kinderen. Ik dacht, zak er ook in. Ik doe gewoon Mademoiselle, want dat zie je namelijk niet. Ik moet wel even mijn handen nog wassen, want ze hebben allemaal van dat het zo'n beetje zo wittig wordt van nagellak remover. Dat dus. Maar goed, hartstikke fijn. Dus nu doe ik even de toplaag hierop. Kan dat drogen? En ja, dit hoeft allemaal niet super netjes, want wie ziet mijn voeten nu? Maar het is toch, ik vind het toch altijd fijn als ik mijn eigen voeten zie, dat ze er een beetje verzorgd uitzien. Heeft iemand trouwens, wacht, ik zal het zo bewaren. Heeft iemand van jullie trouwens de gouden tip voor droge voeten? Want mijn voeten zijn zo droog in de winter. Dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon niet fijn. Dus heb je een tipje, laat het me weten. En nu ga ik koken, maar wat ga ik koken? In ieder geval even te veel was aanzetten. Oeh. Ik heb net ook even gesport trouwens. Wauw. Kijk. Daar liggen nog de overblijfselen, mijn gewichtjes. En de iPad. Ik ben de hele week eigenlijk een beetje belabberd geweest. Een beetje ziek. Een beetje rillerig, snot, ellende, hoesten. Ik voel me nog steeds helemaal topfit, maar ik voel me echt heel veel beter. En de hele week dacht ik al, oh, ik baal dat ik niet kan sporten. Sterker nog, ik had me voor een hele leuke les aangemeld en dat kon dus niet doorgaan. Daar baalde ik onwijs van. Dus ja, ik had zoiets van, ik ga nu gewoon toch weer even wat doen. En niet al te wild, maar gewoon wel een beetje. Ja, ik ga nu koken. Maar wat? Jullie gaan het zien. Nou, dinner is ready. Nom, 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 nom. Ik heb een soort mix gemaakt van de twee. Ik weet niet of het lekker is, maar we gaan ervoor. Doe een flesje in de mondje. Ja. Goed zo. Oké, ik ben de dokter. De dokter, dag meneer de dokter. Goedemorgen, het is zondag en de kids zijn weer hier. Ik ga hem zo nog even wat aantrekken. Ik moet even snel iets doen omdat ik de fietsstoeltje moest wisselen. En toen dacht ik, gooi even wat aan, maar ik moet zo nog even normaal aankleden. Vriendinnetje van Niels komt zo, dan komt Sven. Die schijnt nog wel een kater te hebben, dus dat wordt wel leuk. En dan ga ik er door. Ik ben bezig met de tractaties en de eerste is af. Ik race naar school. Ik had het al voorbereid, ik had voor de juffrouw al gemaakt en ik had dit al gedaan samen met Niels. Dus hij heeft zeg maar erop gestempeld. En ik had al een touwtje om de auto en zo gedaan en nu heb ik dus bananen gegeven. Nu alleen maar te plakken. De tractatie is af. Wil je het zo even appen? Okay. Alles wat je nodig hebt. Onderin. Graag. Ik ben net gegeven net waar met mijn vriendinnetje. Dit is het glas wat ik ga wegbrengen. Waar net mijn vriendinnetje was zo gezellig. En nu ga ik even met Elin naar de... Ja, viel je. Naar de supermarkt. Maar goed, het was heel gezellig. Ik ben dus alleen helemaal vergeten te filmen. Dus dat is jammer. Maar goed, nu gaan wij even boodschappen doen. Toch? Ja. Ja. En het glas wegbrengen. Dat is een idee. Zo grappig, want we waren nu een keer bij haar, meestal komt ze bij ons. Maar ze kwam een vriendinnetje me ophalen, dus was heel gezellig. Een soort mini roadtrip, dus dat was heel leuk. Oh, de lift is er. En ik heb het idee dat Eden niet helemaal fit is. Hè? Dus ik heb haar het hoofd gestoten. Of eigenlijk deze gewoon zelf zo tegen de muur. Maar goed, we gaan even naar buiten. Ja, goed zo. Wacht. Er moet nog nieuwe was in. Kijk, deze moet er nog in. Even kijken hoor. Deze mag erin. Geef die maar aan mama. Ja, doe er maar in. Ja, heel goed. Het is zo leuk om even te helpen met de was. Deze ook? Ja.
deze ook? Deze ook, grote trui. Een beetje verkouden, een beetje verhoging. Tenminste 37,9. Dus ik ga even kijken of mijn ouders eventueel stand-by staan voor morgen. Anders moet ik even wat overleggen gaan verplaatsen. Kijken of dat lukt. Oh, wachten. Ja, daar gaat hij, hè. Kom je mee? Goed zo, kom. Zo, we hebben de was erin gedaan. Volgens mij ben ik echt zoveel vergeten te filmen van vanavond. Maar goed, het huis is nog steeds een rommel. Ik zie de auto's van ontploften, ik weet niet wat. Iedereen ligt al te slapen, dus ik ga ook lekker naar bed. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Volgens mij heb ik superveel van wat ik heb gedaan vergeten te filmen. Maar maakt niet uit, want volgend weekend wordt superleuk. Want dan wordt Niels 4, dus dan neem ik jullie natuurlijk mee in alle feestvreugde. En ik zie jullie heel graag dan. Dankjewel voor het kijken. Doeg!